Hij is, naar eigen zeggen, de enige APK-accountant van Nederland. En of dat betekent dat je je auto naar hem toe brengt. en je dan heel veel geld moet betalen. voor dingen die je helemaal niet begrijpt. dat gaan we achterhalen het aankomende half uur. in een nieuwe Passie-podcast met Frank Schorrel. Frank, goed dat je er bent. Dankjewel, Stefan. APK-accountant. Ik maakte er net een beetje een grapje van. Ja. Uh, wat houdt dat precies in? Ja, wat houdt dat in? Uh, ik uh, ben de enige APK-accountant voor Nederland. Hè? Dat uh -huh. heb je in je introductie gezegd. Wat houdt dat in? Um, ik heb die letters invulling gegeven. Uh -huh. um, de A is van authentiek. Uh -huh. En authentiek, dat ben ik zelf. Waarom uh, is dat belangrijk? Ik ben accountant en belastingadviseur. En in dat vak heb je een vertrouwensfunctie... Ja. Uh, dus um, de klanten die, um, uh, die, mij, die ik aantrek, of andersom, hè, waar we een band mee opbouwen, uh, die moeten zich goed en comfortabel voelen en die moeten uh, dat vertrouwen hebben. Dus daarom is het belangrijk om met je accountant door één deur te kunnen. Uh -huh. um, en dat is ook de reden dat wij heel veel klanten binnenkrijgen via mond-op-mond. -mond, uh, nou ja, reclame, zeg maar. Hè? Uh -huh. Want um, daardoor um, ja, is dat opbouwen van vertrouwen wat makkelijker. Uh -huh. Dat is de A van authentiek. Yeah. Um, dan de P. Hè? Uh -huh. de, P um, de P is van partner. Uh -huh. En uh, um, toen ik me ooit ging inschrijven bij de Kamer van Koophandel... heb ik mijzelf zelf uh, als, destijds als eenmanszaakje... school en partners, accountie en belastingadvies genoemd. Uh -huh. Toen kreeg ik de vraag van... Uh, uh, de medewerker van de Kamer van Koophandel, maar partners, uh, u bent alleen. Ja. En daar had ik eigenlijk niet zozeer over nagedacht, want mijn insteek was. partners, dat is uh, het verbindende. Ik, uh, ik zoek verbindingen. Ik uh, wil graag mijn relaties kunnen koppelen aan andere relaties. zodat ze, ja, noem het maar een zogenaamde win-win situatie uh, kunnen creëren. Dus uh, mijn gedachte was niet: goh, ik ben alleen en ik laat zien dat ik uh, met een heleboel ben. Maar het ging mij erom, het gaat mij erom, om. Uh, het verbindende uh, uh, te laten zien. En dat is de P van partner. Mm -hmm. Nou, dan hebben we nog de K van kwaliteit. Hij kwam eraan, hè? Hij kwam eraan. Ja. Ja. <laughs> en kwaliteit, uh, ja, dat, uh, um, dat kan een containerbegrip zijn. Dat kan een holbegrip zijn. Maar ik heb dat. Invulling willen geven. Um, ja, gewoon uh, vrij objectief kun je vaststellen. Ik ben lid van de beroepsorganisatie, de NBA. Uh -huh. uh, dat is de accountantsorganisatie. Uh, en ik ben lid van het register belastingadviseurs. Uh -huh. uh, dat zijn eigenlijk kwaliteitsborgen. Um, accountant is ook een beschermde titel. Hè. Je moet ook. Accountant zijn uh, in opleiding en, en praktijkstage om je te mogen inschrijven en ook om je accountant te mogen noemen. Mm -hmm. uh, dat is soms wel een wat lastig begrip, want heel veel ondernemers die hebben een accountant, yeah. maar als je dan doorvraagt, ja, dan kan het uh, alles zijn. Eh, dus dat is in de spraakverwarring nog mm -hmm. wel eens, uh, ligt dat wel anders. Maar accountant <coughs> in uh, de strikte zin van het woord is een beschermde titel. titel ja. Um, dus ik ben daar lid van. Dat betekent ook dat je, zeg maar, ieder jaar uh, je zogenaamde permanente educatie moet doen. Dat betekent dat je eigenlijk moet zorgen dat je uh, altijd up-to-date bent met je vakkennis. Mm -hmm. En dat is natuurlijk uh, wat ondernemers nodig hebben, waardoor je eigenlijk in de veranderende wereld. Hè, we zien dat nu uh, heel, heel sterk, maar eigenlijk is dat altijd aan de gang. Wetgeving verandert, uh, fiscale wetgeving, et cetera. Um, en. Ja, die kun je daar uh, via de beroepsorganisatie op een hele efficiënte en hele hoogwaardige manier uh, bijhouden. Mm -hmm. um, dus ja, daardoor ben ik als de APK, de APK account- en belastingadviseur De APK-account. Ja, het, uh... maar, maar ik, ik ben nog niet helemaal klaar ja, met de ja. K van kwaliteit. Ja. <laughs> uh, want want uh, ooit heb ik ergens gelezen dat zeg maar, het, het uitdragen van kennis... dat, dat uh, beklijft het beste. Uh -huh. Dus dat betekent eigenlijk dat ik dacht van... hé, hey, ik kan wel kennis tot me nemen... maar het uitdragen, dan komt er nog meer uh, uit. kennis uit. Zeg ja. maar. Dus een aantal jaar geleden uh, ben ik... Um, had ik het idee om, om les te gaan geven uh, bij uh, een accountsopleiding. En mm -hmm. uh, ik zat maandagavond een, uh, een aantal jaar geleden achter mijn computer. En toen ging ik eens kijken van welke organisaties zoeken docenten. En toen mm -hmm. kwam ik bij Marks Verbeek uit. En uh, twee weken later uh, kon ik, uh, na een proefles, et cetera, kon ik uh, voor een groep uh, accountants in de laatste fase van hun opleiding uh, les gaan geven. Heel vet lijkt mij. Dat, uh, dat was heel spannend. <laughs> Je zou het woord vet niet willen gebruiken, maar het wordt spannend wel. Ja, nou ja, het was, het was ook wel uh, in die zin, uh, als je dat uh, heel vet noemt, inderdaad, heel vet. Want mm -hmm. het was een hele nieuwe ervaring uh, ja. uh, uit de comfortzone. En, en um, ik uh, heb er ook een behoorlijke investering voor gedaan om alle kennis uh, weer uh, tot me te nemen. Omdat uh, ik wilde niet voor verrassingen te komen te mm -hmm. staan. Dus en dat uh, gebeurt met leerlingen toch altijd wel een beetje? Zeker weten, ja. ja, 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 ja. ja. Die dagen je altijd wel lekker uit. Absoluut. Ja. Ze zeggen ja. wel eens dat um, als je iets echt wil begrijpen, dat je het aan anderen uit moet leggen. Precies. Ben je het ja. daarmee eens? Helemaal, helemaal. Want het dwingt je namelijk uh, om, uh, als je iets zegt, dan moet je het al kunnen begrijpen, want mm -hmm. de vervolgvraag, die komt er soms wel aan. Ja. Uh, en en, en daarom, uh, ja, daarom heb ik wel gemerkt dat dit maar enorm veel toegevoegde waarde heeft gegeven. Ik geef op dit moment uh, nog steeds les. Mm -hmm. Niet meer bij Marks Verbeek, maar bij een ander instituut. Um, HBO, ANA. Uh, maar uh, dat doe ik met heel veel plezier. En daar geef ik de kernvakken accountancy. Dat betekent eigenlijk dat ik uh, uh, ook door uh, studenten uh, word uitgedaagd. Omdat zij hebben ook vanuit hun eigen werkomgeving... Ze werken bij accountantskantoren. Ja. Uh, vaak uh, vragen en, 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 en gedachten. En daardoor ja, uh, kom, je, kom je samen verder. Ik denk, um, jij kan natuurlijk vanuit je eigen vakgebied, omdat je weet ook wie je zelf bent. Maar ook vooral omdat je zoveel studenten ziet die accountancy studeren. Ja. Wat zijn nou um, de kernkwaliteiten die je ziet bij accountants? Wat, wat, wat is het overkoepelende ding tussen die mensen? Ja, dat is een, uh, een interessante vraag. Um, uh... Als ik mezelf tussen accountants plaats, dan, uh, uh, ja, dan vraag ik mezelf af, ben ik dan de, de, zeg maar de standaard accountant? En wat is het antwoord op die vraag? Uh, nou, ik denk, uh, ik denk het niet. Uh, wat ik vaak zie bij accountants. Uh, uh, accountants zijn vaak enorm uh, bewust. Hè. Uh, mm -hmm. En dat is, dat is prima, want dat is uh, een heel belangrijk onderdeel van het vak. Hè. Ja. Je hebt ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk. Absoluut, absoluut. Ja, ja, je bent eigenlijk de vertrouwenspersoon in het maatschappelijk verkeer. Mm -hmm. uh, dat hangt een klein beetje af van het type opdracht wat je uitvoert als accountant. Maar uh, als je de kranten leest, hè, dan is de vertrouwenspositie van de accountant... die staat nogal eens onder druk. Dus mm -hmm. dat is een hele belangrijke... Uh, dat is eigenlijk de kernwaarde van, van een accountant. Hè? De, het maatschappelijk verkeer, en dat, is, dat kan iedereen zijn. Iedereen die belang heeft bij zeg maar, de cijfers. Yeah. Uh, investeerders of, of uh, nou ja, uh, medewerkers of wat dan ook. Uh, die moeten ervan uh, op aankunnen dat die cijfers betrouwbaar zijn. En yeah. daar, uh, daar speelt de accountant een hele belangrijke rol. Want mm -hmm. als de accountant zegt het is goed, dan moet het maatschappelijk verkeer. Yeah. Iedereen dus daarvan op aankunnen. Ja. Yeah. Dus dat, um, ja, daar, uh, daarom is dat normbesef uh, heel belangrijk. Uh -huh. Dat zie je ook bij, uh, bij heel veel accountants. Um, ja, ik heb zelf, een, een, ik ben zelf uh, heb ik eigenlijk vanaf mijn achttiende accountancy altijd een beetje achter me aangesleept. Ik heb wel heel veel verschillende uitstapjes gemaakt. Maar uiteindelijk ben ik, uh, ben ik uh, altijd dat pad wel blijven volgen. Dus uh -huh. ik ben ook uiteindelijk accountant geworden. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld afgestudeerd in marketing. Hè? Dus ik, in die zin... Iets heel anders Iets eigenlijk. heel anders, maar ook weer een, een soort ja, nuancering van, van destijds uh, bedrijfseconomie... wat dan de voorloper was van uh, accountancy. Yeah. Uh, alleen, ik heb een, uh, toen even een zijpadje genomen. Later heb ik alle vakken die ik moest doen weer, uh, weer ingehaald... Mm -hmm. zodat ik uh, uiteindelijk ook de accountantsopleiding heb gedaan. Nou, dus je hebt ze allebei gedaan, zowel marketing ja. als accountancy. Ja, ja. En is dat een combinatie die je veel ziet? Of? Nee, die zie je helemaal niet veel. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. En, en vervolgens ben ik dan nog, uh, heb ik ook nog fiscale economie gedaan, waardoor mm -hmm. ik nu ook uh, bij het register belastingadviseurs ben aangesloten. Dat is ja. misschien nog wel een aardige om te melden. Uh, ik heb dat gedaan uh, op het moment dat, uh, uh, dat onze uh, oudste zoon nog heel jong was, zeg ja. maar. En, en ik iets meer tijd dacht te hebben. Ja. <laughs> uh, ik heb toen uh, in een fulltime functie uh, bij een uh, accountskantoor. Uh, heb ik die studie in uh, Tilburg gedaan. Dus ik heb eigenlijk in uh, destijds uh, in de trein. Mm -hmm. uh, om half vijf opgestaan... Ja. De, de eerste trein naar Tilburg... Ja. en dan de hele dag les en s'avonds naar huis... Ja. Uh, heb, ik, uh, heb ik die studie uh, gedaan. En uiteindelijk, en dat uh, mag ik best... met een beetje trots zeggen... Ja. ben ik daar uh, geslaagd met lof. Uh, lof wil zeggen, dat is niet cum laude... maar dat is net een gradatie daaronder. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, ik heb, er, uh, ik heb er wel even... Je best voor moeten Mijn best uh, voor, voor gedaan, uh, zeg maar. En ik heb die opleiding ook gedaan... omdat ik uh, ja, als... Uh, MK Accountant mm -hmm. um, actief ben en ja, uh, in het MKB is fiscaliteit belasting is heel belangrijk. Ja, uh, en hoe efficiënt is het als je als accountant uh, een behoorlijke bagage hebt aan, uh, aan fiscale dat kennis? Dat was mijn achterliggende motivatie om die erbij te pakken. Ja, dat klopt. Waarom is accountancy jouw passie? Ja. Um, nou, omdat ik. Uh, ik zie ondernemers als mijn helden. Uh -huh. Zeg maar. En, uh -huh. en ik wil graag. Uh, Goeie quote, vraag. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, weet je, ondernemers zijn toch. Uh, Mensen die durven, die uh, ja, met, met beide benen uh, in de modder uh, staan of hebben gestaan en een hele belangrijke bijdrage leveren aan het uh, economische klimaat in Nederland. Uh -huh. En ik gun uh, ondernemers een, uh, een goede accountant uh -huh. en, en daar, uh, daar zet ik op in. Uh -huh. uh, dus uh, ja, dat is een hele belangrijke drijfveer. Daarnaast uh, ook die vertrouwensfunctie vind ik heel belangrijk, wat ik uh, ook doe. Ik, ik ben accountant in de hele brede zin. Uh, ik doe uh, zeg maar ook uh, de controle van bijvoorbeeld uh, subsidieverklaringen. En uh, waar ik uh, al, al 25, nou nog langer, uh, uh, jaar mee bezig ben, uh, is de zorg. Uh, ik heb een aantal jaar ook bij een zorgverzekeraar gewerkt. Dus ik ken het zorgveld heel goed. Uh, ik, heb op een, uh, uh, ik heb bij alle. Kantoren waar ik gewerkt heb, accountskantoren, dat zijn van groot tot, uh, tot klein tot middelgroot, heb ik uh, op de een of andere manier zorg uh, op mijn bordje gekregen. Uh -huh. Dus ik, ik ken het zorgveld uh, vrij goed. En wat, wat daarvan belangrijk is, is dat uh, zeg maar de, ja, de, de belasting euro die wij allemaal uh, bijdragen, uh -huh. dat die goed wordt besteed. Yeah. En daar, uh, ja, daar, daar zie ik voor mezelf dan een mooie rol hè, als vertrouwenspersoon in het... Uh, Maatschappelijk verkeer, om het uh -huh. zo maar te zeggen. Uh -huh. uh, en dat geldt naast die zorg ook voor ja, subsidiegelden. Hè? Uh, stichtingen die bijvoorbeeld uh, heel mooi werk doen. die krijgen geld van een subsidiegever. En die subsidiegever wil natuurlijk weten of die gelden goed worden besteed. besteed ja. En daar, uh, nou ja, daar, uh, daar speel ik heel graag een, uh, een, een rol. Ik uh, wil even een stapje terug naar die zorg. Ja. Uh, is natuurlijk een heel actueel thema. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Um, nou ja, um, zoals uh, iedere Nederlander, met heel veel waardering voor de zorgmedewerker, natuurlijk. En ik ben ook heel blij dat we eigenlijk een heel mooi zorgsysteem hebben, wat, uh, ja, wat, wat eigenlijk een, een, een hele belangrijke basis is uh, voor, voor, uh, ja, voor ons uh, in Nederland. Mm -hmm. Uh, en ja, in die zin uh, ben ik ook heel blij dat ik uh, daar een, uh, een, een rol in speel. Ja. Hè, om, om zeg maar de, de verantwoording van zorginstellingen uh -huh. naar uh, bijvoorbeeld, uh, hè, ik heb bijvoorbeeld over thuiszorg of, of jeugdhulp. Uh, naar gemeenten toe uh, uh -huh. of, of naar overheden. Om um, um, uh, ja, daar die zorginstelling in die zin bij te helpen, dat ik um, daar uh, een, een verklaring bij af kan geven, waardoor die gemeente uh, de zekerheid hebben dat het wat, daar goed gaat. Dat het daar goed gaat, of misschien wat minder, maar in ieder geval dat ze weten wat er gebeurt mm -hmm. en, en dat ze, ja, dat, dat we zeg maar op het financiële, die financiële stromen, mm -hmm. dat die goed, uh, goed worden geregeld. Ja, top. Uh, is, het, is het, als je kijkt naar de zorg, zijn het niet gewoon bedrijven ook in Nederland? Is dat niet is dat een probleem, vind je? Zorgbedrijven, ja. Ja, dan heb je het eigenlijk over uh, of, of je uh, voor marktwerking zou kiezen exact. Of, of niet. Um, ja, dat is een, uh, dat is een, een lastige. Hè? Uh, daar zijn altijd stromingen van wel of geen marktwerking. En dan gaan we de ene kant op en dan weer de andere kant. Het is natuurlijk een soort mammoetanker die, mm -hmm. die op een gegeven moment weer gekeerd uh, uh, moet worden. Moet worden. Yeah. En um, ja, of, of dat. Uh, de, vaak is de actualiteit dan weer... Um, uh, ja, die haalt dan de, de realiteit in. wat in en dan zijn er weer wat gedachten, andere gedachten over. Uh, marktwerking heeft zeker een, uh, een efficiëntie, uh, mm. uh, een, een toevoeging op dat gebied. Mm -hmm. uh, maar zeg maar, uh, ja, volledig, volledige marktwerking, dat uh, zou in mijn maar... beleving ook in de, zeker niet, niet gaan werken. En hebben dat nu aardig in balans, vind je? Nou ja, in ieder geval bij de, de zorginstellingen waar ik kom, uh -huh. uh, weet ik dat die met heel veel uh, uh, passie en betrokkenheid die zorg leveren. En dat als dat zeg maar de maatstaf is, dan doen dan, we het best dan goed. Doen het, uh, dan doen we het best goed. Ja. ja, zeker. We gaan even terug naar de ondernemers. Um, Kijk, we laten nu uh, de financiële ondernemers even buiten beschouwing. Uh, heb ik toch vaak het idee dat ondernemers cijfertjes als iets heel vervelends en afleidends zien. Ja, dat, uh, dat, klopt. Is, dat klopt ook. Dat klopt, ja. um, dan gaan ze toch met jou, dan moeten ze met jou in gesprek. Want ja, ja dan moet uiteindelijk de Belastingdienst wel toch weten uh, wat er allemaal gebeurt, zeg maar. Ja. Um, en hoe merk jij dat ondernemers dat gesprek ingaan met jou? Ja, dat is, dat is heel verschillend. Uh, uh, ondernemers uh, die, uh, hebben niet allemaal een hekel aan cijfertjes. Uh, uh -huh. Maar soms is het uh, beter om je, ja, om je om echt te doen waar je, waar je goed in bent en, uh -huh. en je te laten adviseren uh, ja, door, door, nou ja, door accountants of belastingadviseurs. Uh -huh. um, en en um, ja, binnen, binnen de, de, de fiscale wetgeving uh, kijken wat er, wat er mogelijk is, omdat uh -huh. dat, dat uh, uh, ja, dat is voor de ondernemer uh, voor twee om twee redenen heel, uh, heel goed, omdat je het optimale eruit haalt binnen, uh -huh. de, binnen de wetgeving. Yeah. En daarnaast kun je dan ook nog rustig uh, slapen. Ja, omdat je, omdat je uh, weet dat het oké okay is. Precies. En merk, ja. merk je dat ondernemers vaak uh, niet weten waar ze eigenlijk allemaal recht op hebben? Of waar ze allemaal mee kunnen, kunnen spelen om dat even zo te benoemen. Um, ja, voor een deel wel. Uh, voor een deel uh, worden ze verrast. Wat ik vaak merk, zeker bij uh, startende ondernemers, die uh, eh, als we daar uh, een gesprekje mee hebben, dan uh, gaat er een, een nieuwe wereld open, zeg ja. maar. Uh, aan de andere kant merk je ook dat zeg maar, heel veel ondernemers wel iets hebben gehoord, hè, van, mm. op een verjaardagsfeestje, ja. of van de buurman van Joh, uh, maar iemand was met een enigszins financiële achtergrond. En daar, uh, ja, precies. Ja. En dan, uh, ja, dan uh, merk je dat uh, vaak toch een bepaalde nuancering wel op zijn plaats is. Ja. Uh, de richting uh, is, is dan soms wel goed, maar mm. dan uh, moeten we nog eventjes. Uh, Aanscherpen. Mm -hmm. Hebben we niet, wat, wat ik soms het idee heb van ons belastingstelsel, is dat <coughs> in de politiek wordt er iets bedacht. Um, dat is weer een lappendeken al aan, een, een gigantisch lappendeken van allerlei wetgeving die allemaal uit goede bedoelingen is ontstaan, ja. maar op een gegeven moment op zo'n manier is ingedeeld dat eigenlijk niemand die er recht op heeft er meer gebruik van maakt. Hoe kijk jij daarnaar? Um, nou, ik denk Het dat... Het is even een extreme ja, overblijving, ja, 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 ja. maar je snapt waar ik naartoe wil. Ja, nou, dat er, een lappe, dat er sprake is van een lappendeken, dat, dat klopt wel. Hè? Want op een gegeven moment wordt er een, een hele nieuwe wet uitgerold... en die wordt ieder jaar wat bijgesteld. Ja. Dus dat, dat zijn dan uh, wat pleistertjes op... De, nou ja, pleistertjes. In ieder geval, uh, op dat moment is dat, uh, zeg maar, de politieke realiteit. Ja. En, en daar wordt dan uh, op ingezoomd... Um, ja, dus uh, dat, uh, dat, dat is zeker wel, wel aan de orde. Um, ik denk dat veel ondernemers wel weten en veel particulieren ook wat, uh, wat ongeveer de mogelijkheden zijn in brede zin, maar hoe dat verder wordt opgepakt, uh, dat is een tweede. Dat, dat is een tweede ja. Vaak ook sectorspecifieke regels natuurlijk. Uh, die zijn er ook, hoewel veel uh, belastingregels, zeg maar, uh, zeg maar voor al, in algemene zin gelden. Mm -hmm. hè? Alleen in sommige sectoren heb je daar wat meer of minder mee, mee te maken. Ja, ja. ja dat klopt. Is het, zie jij ons belastingstelsel ooit heftig hervormd worden in de aankomende tijd? Nou ja, er de, 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 de is altijd wel. Het idee van een zogenaamde flat tax. Hè? Uh -huh, dat betekent ja. dat, uh, dat, dat je eigenlijk op een uh, wat, wat beperkt aantal tariefsoorten uit gaat komen. Uh -huh. um, uh, we hebben nu zeg, maar uh, het, zo, de zogenaamde box 3. En de box 3 die is uh, in 2001 uh, ontstaan uh -huh. in het nieuwe belastingstelsel destijds. En ja. ja, dat is lang gebaseerd op rendementen die al lang niet meer haalbaar zijn. Oh, ja. En dat is natuurlijk, of tenminste, dat is. Uh, nou ja, vrij recent uh, uh -huh. aangepast. En zijn die tarieven wat meer. Uh, hebben wat meer realiteitszin gekregen. Ja, of dat hele stelsel. Er zijn altijd stromingen die, uh, die daarvoor pleiten. Uh -huh. Maar ja, of dat echt realiteit dat gaat worden is, is een uh... tweede. De wereld is uh, niet altijd in een modelletje te gieten. Uh -huh. Hoewel je dat in theorie natuurlijk uh, moet doen. Uh, moet doen ja. en, en kijken of wat, wat, uh, wat, uh, hoe je dat in de werkelijkheid kunt uitrollen. Ja. Als je kijkt naar de belastingvoordelen voor ZZP'ers... die staan toch helemaal niet in verhouding met... wat je in loondienst allemaal moet afdragen? Nou ja, als, als ZZP'er... Uh, daar, daar is natuurlijk ook wel wat in de publieke opinie... Uh, het een en ander mee aan de hand. Hè. Mm -hmm. uh, um, uh, uh, vaak wordt ook wel gezegd dat ZZP'ers heel veel voordelen hebben die een, iemand in loonies niet heeft. Mm -hmm. Maar dan moet je ook kijken waar het vandaan komt en waar een ZZP'er tegenaan loopt en waar yeah. hij wel of niet voor verzekerd is. Hè. Yeah. Hij is niet verzekerd voor. Het feit dat hij op een gegeven moment geen opdrachten meer heeft, uh -huh. geen werk heeft of dat hij ziek wordt, dat moet hij allemaal zelf regelen. Uh -huh. um, ja, toevallig uh, is er nu dan sprake ook van uh, uh, het terugdraaien van de zelfstandige aftrek. Uh -huh. He, dat betekent dat ZZP'ers daar uh, ja minder aan overhouden uiteindelijk. Uh, en dat heeft uh, ja, toch allemaal wel te maken met het idee van we moeten arbeid op dezelfde manier. Uh, belonen, of je nou ja. in lonisch bent of niet. Uh -huh. uh, alleen dan moet je wel het hele pakket uh, bekijken. Ja. En ik neem aan dat dat ook uh, gebeurt. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar dus ga... dan hebben we het nu over ook recht op een uitkering. Of ook recht op een. Hoe zie je dat? Nou ja, kijk. Uh, in zekere zin. Uh, als je zegt van. Um, uh, je, je, je stimuleert. Um, zeg, of je wil de arbeidsmarkt op dezelfde. Uh, manier uh, belonen. Of je nou uh, zzp'er bent of in loondienst. Ja, dan kom je wellicht ook met dat soort vraagstukken in aanmerking. Hoe ga je daarmee om? Hè? Yeah. Uh, er is ook uh, sprake geweest van een verplichte pensioenregeling. Uh, bijvoorbeeld verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uh, de wereld is wat weerbarstiger, omdat uh, allemaal, uh, zeg maar... Uh, ja, op dit moment is dat weer weerbarstiger uh, en is dat nog niet geregeld. Maar die gedachtegangen, uh, die zijn er zeker. En ja... Uh, ik denk dat dat ook best een reële gedachte is. Van, we gaan daar eens wat meer naar kijken. Ja, en als je, nou ja, nogmaals, als je zeg maar, die arbeidsmarkt op dezelfde manier wilt beoordelen... dan zul je misschien ook voor ZZP'ers iets moeten doen aan, aan een vangnet. Ja, want dat is er nog te weinig. Nou ja, op het moment dat je als ZZP'er geen opdrachten meer hebt, dan houdt het op. Hè? Ja. Dan kun je zeggen, ja, dat heb je zelf gewild, dat klopt natuurlijk ook wel... Um, maar uh, ja, dat, dat is een wat eenzijdig verhaal ja, Dus de vraag is, hou je die ZZP'er voordeeltjes en doe je geen vangnet Of doe je een vangnet en hou je wat van die ZZP'er voordeeltjes weg Ja, ja dat is uh, dat, dat... Maar de vraag is, je krijgt dan ook een soort schifting tussen uh, ZZP'ers die opdrachten uitvoeren En eenmanszaken die een product maken ja. En ja. kan je dat goed beoordelen, want in feite is het natuurlijk dezelfde rechtsvorm Dat klopt, ja, ja dat, uh, dat is, uh, 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 ja, dat is waar. En, en daarom is het ook best lastig om de ZZP'er als een ZZP'er te beschouwen. Er yeah. zijn natuurlijk heel veel verschillen. We hebben natuurlijk ook die uh, de, de Wet DBA gehad, hè, waarin, mm -hmm. zeg maar, uh, wordt gekeken van ben je wel een, een ZZP'er of yeah. ben je niet een soort van is. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende yeah. ZZP'ers. Uh, degene die daar wel voor gekozen hebben, degene die er niet voor gekozen hebben. Uh, degene met meerdere opdrachten, degene ja. met één opdracht. Inderdaad, degene die een product of een, uh, ja, een product verkopen. en ja. eigenlijk uh, ja, een, 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 bijvoorbeeld een winkel of een, een retailer uh, ja. zijn. En eigenlijk komen we dan terug bij het punt wat je net maakte. Je probeert dit allemaal te vangen in een model, maar de wereld is toch net even iets anders. Ja, daarom is de politiek ook heel, ja, heel, heel moeilijk. Heel erg moeilijk. Ja, ja, ja. Um, waar sta jij over vijf jaar? Wat ben je dan aan het doen? Wat kan je dan wat je nu niet kan? <laughs> Uh, wat kan ik dan wat ik nu niet kan? Um, um, dat is een hele interessante vraag, Stefan. <laughs> um, daar heb ik nog vijf jaar voor om over na te denken. Ah, Jij ja, maar... bent de enige die ooit dit antwoord heeft gegeven. Wat okay. eigenlijk een heel ja. mooi antwoord is. <laughs> Ja, nou ja, wat ik, uh, wat ik zou willen is uh, uh, nog meer kennis uh, binden aan, aan onze organisatie. Mm -hmm. uh, wij doen uh, ons uiterste best om die kaart van kwaliteit uh, echt uh, inhoud te geven. En uh, onze, onze relaties, onze partners, hè, de P. Daarmee uh, uh, zo goed mogelijk uh, te kunnen ondersteunen. We moeten alleen de A moeten we nog hebben nu. hè? Nou ja, wij zijn heel authentiek, ah. uh, Stefan. <laughs> wij, wij willen graag dat onze klanten uh, een, goede, een goed gevoel bij ons hebben. En, en uh, daardoor kunnen wij de waarde leveren uh, die, we, die, we nu, uh, die we nu leveren. En uh, ja, we doen ons uiterste best om dat niveau uh, nog verder uh, omhoog te krijgen. Frank, dankjewel. Dankjewel, Stefan.